super leuk dat je kijkt naar mijn allereerste vlog. Mijn naam is Kim en ik ben 22 jaar. En de reden dat ik begin met vloggen is omdat ik zo vaak mijn vakanties vergeet. Dat ik niet meer weet wat we allemaal gedaan hebben. En het lijkt me echt super leuk om dat gewoon zo terug te kunnen kijken op mijn YouTube. Daarnaast vind ik het ook super leuk om altijd alles vast te leggen. Dus dat is hier perfect voor. Ik ben van Valencia, dat is echt opgenomen in juni. Ik heb nu pas in oktober de tijd gehad om het te editen. Ik vond het toch best wel een beetje ongemakkelijk en ja, toch wel gek om te doen. En moeilijker verwacht. Dus verwacht er nog niet te veel van. Het is nog maar een begin. Tom en ik hebben net lekker gegeten. Ik had een panini met ham en kaas en Tom had twee succesbroodjes. En we zijn nu aan het wachten tot wij weten bij welke gate het moet zijn. Hier zaten we al in het vliegtuig en het was een korte vlucht, dus we waren er heel snel. En we zaten voorin. Ik heb echt geen last gehad van het vliegen. Nou, dit is onze roomtour. Ja, en hier eindigt het ook. Dit heb ik aan. En dit is onze mini badkamer. Maar ik vind het wel wat hebben. We zitten nu ergens midden in het centrum van Valencia. En we hebben echt super lang over gedaan om een leuk plekje te zoeken. We zijn helemaal kapot en we hebben echt mega erg honger. Want het is nu 4:30. Ja, ik kon nergens een lekker plekje vinden. Dus nu zitten we ergens waar het ook niet zo druk is. Maar ja, we hebben echt heel erg honger, dus we gaan gewoon eten. Als eten is lekker gekomen. Ik weet niet of Tom dat lust met dat kwarkje erop. Maar ja, we hebben wel echt honger, dus. Nou, update. De kip was echt super lekker. En die patatas bravas, denk ik, die vonden we wat minder lekker. Dus dat hebben we ook nog best wel laten liggen. We hebben net gegeten en de reden dat we zo moe waren, is omdat wij dus fietsen hebben gehuurd. We hebben voor 4 dagen fietsen gehuurd. Maar er zit geen telefoonstandaard op, dus elke keer moesten we stoppen om te kijken waar we heen moesten. Ja, we hebben geen idee waar we zijn, nog steeds niet eigenlijk. Hier liepen we op een pleintje en uit die palen kwam dus een soort van damp. Omdat het zo heet was, en konden mensen daar zitten als verkoeling en dat vond ik dus helemaal cool. Dus dat wilde ik even laten zien. We zitten nu bij Cappuccino en we hebben allebei lekker een cocktailtje genomen. En het is nu gewoon 30 graden, echt super heet. We zitten nu bij San Tommaso, dat is echt super schattig Italiaans plekje. Tom had pizza, maar die is al een beetje aangevreten. En ik had pasta, echt super lekker. Het is wel echt weer mega heet, dus we lopen echt te zweten als een gek. Maar we gaan even lekker een rondje lopen. Kijk hoe mooi. We zijn nu in een leuke mall. Het is echt super groot en super koud. Dus daarom zijn we hier vooral. We hebben ons weer opgemaakt. En nu gaan we naar een restaurantje toe. En dan gaan we heen op de fiets. En volgens mij is het een kwartiertje fietsen. Ik heb nog steeds moeite met mijn koffer normaal uitpakken. Maar gelukkig Tom ook. Morgen, het is nu zaterdag. Ja, het is nu zaterdag. En ik heb gisteravond niet zoveel gefilmd. Omdat ik er ook echt even geen zin in had. We hadden ergens gegeten en we hadden biefstuk gegeten. Maar het smaakte echt ja, gewoon naar plastic. We bleven maar kauwen. Dus daar heb ik even geen zin in om te filmen. Ik moet echt bekennen, ik had vloggen dus een stuk makkelijker ingeschat. Ik zie nu gewoon dat er hele gedeeltes missen. Maar hier gingen we dus naar Voltaretta. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. En hier gingen we lekker lunchen. Zijn er. We moesten net door één vage ruimte heen. Maar het is echt heel cute hier ingericht. Nou, hier gaan wij zitten. We zijn nu in de overdekte markt. En ik vrees een beetje voor de geur die we gaan ruiken. Want Tom is geen visfan. Lekker kaas, Tom's favoriet. Nou, we hebben lekker zoudrange gescoord bij dat fruitzaakje. Maar ze gaan hier al om 3 uur dicht en dan gaan ze denk ik slapen of zo. I don't know. Oké, heel erg sinaasappel. Ja, het is sinaasappel. Schappelijk. Want het hotel was toch geen sinaasappel. Ja, het is echt lekker. Gewoon lekker vers. Goed gekeurd. Nou, we gaan nu weer fietsen. En we gaan nu naar, volgens mij, Dolce de Leche. Dat hebben we van Bonita. Dus Bonita, it better be good. Nou, Tom is mij zat, want ik wil te veel foto's maken. Weer bij de fontein.
En het is gewoon 34 graden. Echt helemaal gestoord. Ik heb een iced latte en een taartje. En toen wilde frappuccino en we zijn allebei dorstig, dus het water gaan delen. Het is echt een heel leuk tentje hier. Nou, daar gaat het al. Thirsty. Nou, we hebben alles opgegeten. Het taartje was echt mega lekker. Het is weer een tijdje geleden dat ik heb gefilmd, maar ik was even niet in de mood. Tom en ik hebben vandaag op het Marina Beach Club de hele dag gezeten. En het was 34 graden. Nou, je kan zien, ik ben goed verbrand. En eigenlijk voor Tom wel hetzelfde. Maar ja, dat betekent dat we morgen bruin zijn. Hoop ik. En nu gaan we weer naar Marina Beach Club en dan gaan we avondeten. Ik heb dit roze rokje aan. Nou, we hebben net gegeten bij Marina Beach Club. En was, ja, was wel lekker. Maar Tom had biefstuk besteld, dacht hij. Maar er zat al zo'n heel stuk vet aan en bot. En daar houden we allebei niet zo van. Dus dat was jammer. Naar ons hotel fietsen. En dan gaan we onze fietsen inleveren. Koffertjes inpakken en nog even een spelletje spelen. Helaas is een beetje de vlog wel is niet helemaal geworden wat ik had gehoopt. Maar ik heb wel geprobeerd. Nou, goedemorgen. Het is 7:15. En we zijn nu weer bij de airport. We gaan nu naar de douane toe. We zitten nu bij de Starbucks. Ik had lekker een karamel frappuccino en Tom een theetje. En nu zitten we gewoon te wachten, want onze vlucht is om 10:00. Dus we moeten nog maar even. Super leuk dat je hebt gekeken naar mijn allereerste vlog. En hopelijk tot de volgende keer.